Wat is er vanochtend precies gebeurd? Er is hier bij een bouwplaats een 45-jarige man uit Sleewijk om het leven gekomen toen hij onder een berg zand terecht is gekomen. Het is vooralsnog onbekend hoe die man onder het zand terecht is gekomen. De technische recherche is aanwezig om de zaak verder te onderzoeken. Uiteraard zal ook de arbeidsinspectie hierbij aanwezig zijn. Op internet circuleren ook berichten dat het viaduct zou zijn ingestort, maar dat is dus niet het geval. Nee, ik denk dat er verwarring is ontstaan dat ze hier bezig zijn met de aanleg van een spoortunnel. Ja goed, en als het nieuws heel snel verspreidt, dan kan het natuurlijk wel eens misgaan. Maar ze zijn dus hier bezig met de aanleg van een spoortunnel en daarbij is deze meneer om het leven gekomen. Wat voor gevolgen heeft dit ongeval voor de spoor? Vooralsnog ligt het treinverkeer stil en ik schat in dat het nog wel even kan gaan duren. Een aantal uur sowieso. De meneer wordt nu op dit moment nog uit de put of uit de grond getakeld en zal nog weg worden gebracht. En dan zullen wij nog verder gaan met het onderzoek. Dus we zijn daar niet 1, 2, 3 mee klaar. Is de familie ook al op de hoogte gebracht? Ja, sterker nog, die zijn hier ook aanwezig nu. Zij zijn heel dichtbij en zij worden nu samen met heel veel collega's van de man die ook het een en ander hebben zien gebeuren, worden zij opgevangen door slachtofferhulp. En de collega's, hoe is het daarmee? Ja, niet goed. Je moet je voorstellen dat je op maandagochtend samen aan een nieuwe werkweek begint en je verliest daarbij een collega. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus ze zijn erg emotioneel en erg geschrokken. Dus ook voor hun is er veel slachtofferhulp aanwezig. In totaal kwamen 8 treinen vast te staan door de ingestorte bouwput. 7 daarvan konden snel worden ontruimd. Ruim 500 passagiers van het laatste toestel hebben 4 uur vastgezeten.